Welkom bij dit Open Internationale Kampioenschap Kyokushinkai Karate. Ja, hier in het sportcomplex de Hoornse Vaart te Alkmaar bevind ik mij omringd door zo'n 4000 vechtsportfanaten in afwachting van het grootscheepse Kyokushinkai Kampioenschap. Maar we kijken eerst naar leerlingen van Loek Hollander die demonstreren wat niet toegestaan is bij deze sport. Bijvoorbeeld het vastpakken. Duidelijk niet toegestaan is contact op die manier hoofd-schouders vastpakken. Contact op deze manier is taboe bij het Kyokushinkai vechten. Het stompen in de rug is verboden. En dan contact als de tegenstander op de grond ligt of wanneer die probeert op te staan, ook verboden. Ah, en een schop in het kruis, dat zijn altijd dingen die verboden zijn, mensen. We gaan ondertussen doorkijken naar wat wel mag, wat wel toegestaan is bij het Kyokushinkai karate. Ik vertel u straks meer over de achtergronden van dit spel. Contact. Gaat de tegenstander neer door een stoot of een schop, dan heeft hij verloren. Ah, volgeraakt. Volgeraakt. Dat is een wasari. Dat is een halve punt. Wat is nou eigenlijk een halve punt? Dat gaan we nu zien. Wat is zo'n wasari? Gaat hij neer door een stoot of schop? 1, 2, 3. Hij staat voor 5 seconden om zijn op. En dan is het ter beoordeling van de hoofdscheidsrechters, maar in de meeste gevallen blijft het een wasari halve punt. Nu een vol punt. 1, 2, 3, 4. Na 5 seconden zal door de hulpscheidsrechter een vlag omhoog gestoken worden. Dan is het een volle punt. En u begrijpt, 2 maal een halve punt geeft ook een hele punt. Dan aan het eind van de wedstrijd is het de beslissing aan de hulpscheidsrechters. En die beslissing is doorslaggevend. Als er niets gebeurd is, zal de wedstrijd onbeslist eindigen en dan wordt er 1 minuut bijgetrokken. Is er daarentegen wel wat gebeurd, staat er een van beiden in het voordeel, dan krijgt hij dit getoond door een rood of witte vlag. Nou, dan wordt er inderdaad onbeslist geëindigd, 1 minuut verlengd weer. En daarna nogmaals een minuut verlengd. Is de stand dan nog hetzelfde, dan wordt er allereerst bekeken hoeveel hout, hoeveel boards er van tevoren door de deelnemers gebroken zijn. Heeft de een meer gebroken dan zijn tegenstander, dan wordt hij winnaar. Vrij makkelijk die regels en we gaan nu over naar de eerste match, de eerste wedstrijd. En dat is tussen onze eigen Nederlander Peter Smit, nog zo jeugdig uit Dordrecht, tegen Mondwieler Zwitserland. Ja, de kleinere Mondwieler uit Zwitserland moet zich zeer fel verdedigen tegen onze Dordrechtenaar. Beiden gaan er erg onbesuisd tegenaan. Hier komen normaal de blessures vandaan.
speelt een thuiswedstrijd tegen de Nederlander. Hier ziet u hoe Peter Smit het hoofd van Montwieler naar beneden trekt en een hizagiri, een kniestoot, die doel treft. Klein foutje. Eens kijken wat de scheidsrechter doet. Stilte is hier te snijden. Ja, scheidsrechter Peter Voogd geeft Smit nu een eerste officiële waarschuwing. Uitkijken, Hollander. Ja, dus het is nog moeilijk dat Kyokushinkai, in tegenstelling tot het puntenkarate. Hierbij is een knock-out wel toegestaan. Ondertussen kijken we door naar deze eerste wedstrijd. Een linkse hoek treft Montwieler, die het hoofd afwendt. Hierna volgt een keiharde low kick. En Montwieler gaat door de knieën. Ja. Even kijken. Ja, voor de tweede maal krijgt Smit een officiële waarschuwing. En helaas, mensen, hij wordt gedisqualificeerd. Boegeroep en applaus hier rondom mij. In dit bomvolle Alkmaarse gebeuren. En de overwinning gaat naar Montwieler. Ja, we krijgen het normale afgroeten. En dan volgt nu de tweede partij. Weer een Nederlander. Dat is een sportieve wedstrijd, die eerste. Voor Nederland geen kampioenschap, helaas. We zijn nu in afwachting van de veelvoudig Nederlands kampioen Nico Gordo. Die zijn gevecht begint tegen Boros uit Budapest. Hij kent de reputatie van de Hongaren en met een afhoudtrap houdt hij Boros op een flinke afstand. Nico Gordo is gewend om af te klemmen zodra zijn tegenstander te dichtbij komt. Maar sinds kort is dit helaas verboden en dat levert Nico Gordo diverse waarschuwingen op. Het voordeel is dan wel dat je je tegenstander uit zijn ritme haalt, maar het is normaal verboden. We gaan er weer hard tegenaan. Enthousiast publiek. Wat wil je meer? Weer klemt Nico af, ja, en treft gelijk met een knietechniek die de Hongaar Boros in elkaar doet zakken. Ja, de hoofdscheidsrechter vraagt de vier hulpscheidsrechters of ze gezien hebben dat de kniestoot in het kruis van Boros terecht kwam. Dat is het geval en Nico Gordo krijgt een officiële waarschuwing. Maar we gaan door. Ze tasten elkaar rustig af. Ja, Nico Gordo brengt Boros ten val met een lage zijwaartse trap. Weer vraagt de hoofdscheidsrechter aan de hulpscheidsrechter of ze iets onregelmatigs gezien hebben. Hieruit volgt een waarschuwing voor Nico Gordo. En nu moet onze vriend toch gaan oppassen dat hij niet weer een waarschuwing krijgt. Want dat zou wel eens het einde van de partij kunnen zijn. En als Nico Gordo nu net weer afklemt, veegt Boros hem prachtig ondersteboven. Kijk eens. Beelden die voor zichzelf spreken. Ja, beide moeten nu wel feller gaan vechten na al deze waarschuwingen. En dan plaatst Nico Gordo een linkse Mawashigiri die Boros vol op het hoofd treft. Zoals dat hier in de herhaling zo duidelijk te zien is. Onze techniek staat voor niks, mensen. Maar de Hongaar is keihard en het gevecht gaat gewoon door. Wel krijgt Nico Gordo een wazari, dus een halve punt. Bij het inkomen van Boros treft deze met zijn hoofd de mond van Gordo. Deze gaat neer en de linkse hoek mist volkomen. Gordo blijft liggen, bloed stroomt uit zijn mond. Hij zoekt waarschijnlijk zijn tand en heeft hem gevonden. Ja. Hij raakt zijn kroon of wat het dan ook mogen zijn op. Maar van opgeven wil hij eerst niets weten.
Ach, de Hongaar wordt gedisqualificeerd en Gordeaux kan het afgroeten, na het afgroeten naar het ziekenhuis. De regisseur zegt dat we een slow motion krijgen van het hoogtepunt. Dus even kijken, die komt niet. Ja, dan krijgen we nog een keer de linkse Mawashi Kiri van Cordoba. En inmiddels zijn we bij partij 3 beland. De sympathieke Michel Wedel treedt aan tegen de Zwitser Fuster. Michel Wedel is bekend om zijn harde low kicks en wat dat wil zeggen zal de Zwitser aan het lijve ondervinden. Keer op keer treffen deze low kicks de dijbenen van Fuster en wordt hierdoor niet alleen uit balans gebracht, maar zijn spieren zullen langzaam hun functie gaan verliezen. Michel Wedel komt uit Houten. Hij traint niet al te veel, zeggen insiders me. Daarentegen Fuster uit Zwitserland, Zürich, 23 jaar, is een bekend man op dit terrein. Het wordt te spannend. Maar het neemt niet weg dat Fuster schitterend partij geeft. Michel Wedel bouwt rustig zijn partij op en blijft zijn gevaarlijkste wapen, de low kicks, plaatsen. Ja, en hier is al duidelijk te zien dat het linkerbeen van Fuster niet meer wil. Hij wil niet toegeven, verbeterd probeert hij door te gaan, maar de insiders weten dat de pijn langzaam door zijn hele been zou trekken. Het is een doorzetter. Vergis u niet, die pijnen. Ja, Fuster kan alleen nog rechts trappen en dan schakelt Michel Wedel over op links. Hij neemt nu het linkerbeen van Fuster onder handen. Fuster begaat een grote fout. Hij probeert zijn pijnlijke linkerbeen te dekken, waardoor hij rechts open komt te staan. Michel Wedel ziet het en treft Fuster met een keiharde, prachtig uitgevoerde Mawashi Kiri op het hoofd. Fuster gaat knock-out. En ja, Michel Wedel krijgt een vol punt. Het zal u wellicht interesseren dat mevrouw Wedel, de vrouw van Michel, fysiotherapeute is. Die komt naar Fuster toe, zal de eerste hulp verlenen. Het publiek is uitzinnig van enthousiasme. En Michel Wedel krijgt de overwinning. Wedel, die van beroep bioloog is, ontvangt een ovationeel applaus hier van het 4000-koppige publiek. En we gaan over naar de nieuwe partij. De volgende partij gaat tussen Zevenhuizen en de Engelsman Perry. Ja, eerst leidt hij het in met een rechtse low kick. En later laat hij hem volgen door een linkse, hoge Mawashi Kiri. Vastpakken is helaas niet toegestaan. Dit heeft te veel met judo te maken en hij ontvangt dan ook een eerste waarschuwing. Oei. Zijn harde klappen die eruit gedeeld worden. Ook hier is de low kick een geducht wapen. Ingeleid met een stoot en gevolgd door een rechtse Mawashi Kiri die Zevenhuizen vol treft. Wankelend probeert hij weer bij zijn positieve te komen. Wat een uithoudingsvermogen. Het is werkelijk een schitterende wedstrijd. Hè? Daar gaan. En weer treft de Mawashi Kiri bijna het hoofd van Zevenhuizen. Zevenhuizen is aangeslagen. Hij heeft geen verweer meer op de low kicks van Perry. En ze treffen hem keer op keer.
Nou kan hij echt niet meer staan en geeft het op. Hij geeft het op. Jammer. We onderbreken de wedstrijden. En we gaan nu kijken naar een schitterend muzikaal intermezzo. Mooie beelden mensen, maar nu weer terug bij het Open Internationale Kampioenschap Kyokushinkai Karate. Met links de Nederlands kampioen Erik Constantia. En hij speelt in deze eerste lichtgewichtronde tegen de Joegoslaaf Sancik. Deze captain in het leger is bekend om zijn hardheid. Erik moet het hebben van zijn flitsende acties en vooral van zijn snelle, hoge trappen. Sancik maakt zijn reputatie waar en gaat er hard tegenaan. Sancik, die twee keer kampioen van Joegoslavië was, tegenover onze eigen Erik Constantia, 19 jaar oud, zijn gewicht is 67 kilo. Nou, hij moet wat gas terugnemen, onze landgenoot. Sancik wordt tot de orde geroepen, vooral voor het vastpakken, want u weet het, dat is verboden. Keurig. Zo'n low kick, dat komt hard aan. Geloof mij. Maar tegen dit geweld komt het wapen van Erik, de hoge trap, niet in stelling. Goal, dus hij gaat achterover. Hij gaat over op de low kick. Achter elkaar komt hij aan. Wegens vastpakken en trekken, weer een waarschuwing. Nou nou, oppassen. Ja, nu krijgt Erik toch wel greep op het gevecht. Ik denk dat hij probeert Sancik te vermoeien. Het lijkt hem te lukken. Sancik raakt duidelijk uitgeput. Publiek wordt dood. Hij geeft Erik nu alle gelegenheid om vol met de vuist te treffen. Hij kan niet meer, de lucht is uit zijn lichaam geslagen en hij geeft het op. Ja, jammer. Toch wel een sensationele overwinning voor Erik Constantia. En dan verschijnt de vrouw van Wedel ten tonele, de fysiotherapeute. Ze probeert wat leven in de Sancik te krijgen en het lijkt te lukken, ja. Ach, hij wil nog wat door, maar het spel is reeds afgelopen. Hoe hard deze jongens ook vechten, ze blijven zeer sportief. En er is alleen maar waardering voor elkaar. En
plankjes worden goed opgestapeld door de Deen Fleming Jensen en Koen Scharrenberg. Als eerste zal straks Koen Scharrenberg gaan breken, daarna Fleming Jensen. Het is allemaal belangrijk voor als een wedstrijd ten derde maal onbeslist beëindigd wordt, dan telt het aantal doorgebroken plankjes. Koen breekt zeer knap met de elleboog. Een enorm applaus. En nu moet hij toezien hoe Jensen één plankje extra neemt. Het is toegestaan. Hij vindt het niet leuk, daarachter op de mat. Beetje dirty jokes hoort roepen. Oei! Ja. Hij kan niet meer terug en reageert zich af op de mat. Ja, Jensen is een zeer goed karateman. Maakt ook korte metten mee. Zijn bijnaam in het Guinness Book of Records is dan ook de kokosnotenbreker. Fleming Jensen tegen Marxer uit Liechtenstein. Marxer is eigenlijk niet opgewassen tegen Fleming, die al 5 keer de Deense titel heeft veroverd. En ook nog Europees kampioen is. Ja. De Deen is bijna niet te stuiten en dat weet Marxer, vandaar zijn wat voorzichtige houding. Twee echte zware gewichten. Jensen die loert duidelijk op een knock-out. En zodra Marxer aanvalt, countert hij bliksemsnel. Ja, ook in dit gevecht is de low kick het bekendste wapen. U weet het, het hele lichaam in die low kick gooien. En het liefst had ik Masoyama, de grondlegger uit Japan, hier gehad. Maar het was geen organisatorische fout van Gerry van Groningen dat deze godheid in Japan hier niet was. Want de man kampt met hartklachten en ligt nu in het ziekenhuis in Tokio. Maar ik weet mij ter rechterzijde gesterkt door de heer André Fernhout. Die is hoofdredacteur, uitgever van het blad Zendokan. En is een kenner als geen ander van het Kyokushinkai. Marxer krijgt een vermaning voor het van de mat stappen. Het is misschien wel gek voor u te weten hoe dit allemaal ontstaan is, deze hele vechtsport. En dan gaan we heel ver terug in de tijd. We noemden net al Masoyama. Nou, hij is een soort Muhammad Ali van de karatewereld. Het gevecht wordt feller onderwijl, maar er gebeurt niet echt veel. Na de Tweede Wereldoorlog werd Masoyama de kampioen op zijn gebied en John Bloeming vertelde me zojuist wat meer wetenswaardigheden over de nu al bejaarde Masoyama. Bloeming kan het weten, want hij was het die zijn corpulente schouders onder het Kyokushinkai fenomeen zette en ook Nederland in de band bracht. In de band bracht van deze geestelijke kwestie. Ja, kijk eens. Terecht. Terecht wordt hij hier winnaar. Fleming Jensen. Ja, en dan onderbreken we deze spannende gevechten en mijn verhaal met een mooi muzikaal intermezzo.
De zevende partij alweer. Halketsma links tegen Wedel. Beide zijn erg lang. Halketsma uit Leeuwarden. En Michel Wedel uit Houten. Halketsma is 20 jaar, gewicht 81 kilogram. Heeft de bruine band karate. Ja, weer treffen de low kicks doel. Michel Wedel is moeilijk te raken, zo te zien. Ja, het wordt feller. Een serie stoten treffen Halketsma op de borst. Weer knock-out. Ja, een knock-out. En dat betekent een overwinning voor Wedel. Dat is snel gebeurd. Het gebruikelijke afgroeten. Het was een korte maar sportieve wedstrijd tussen deze twee vaderlanders. Ze hebben er hier in Alkmaar kaas van gegeten, dat is te zien. De volgende partij, partij 8, Hogeveen tegen Bodi. Deze Hongaar is reeds 2 jaar kampioen van Hongarije en dat wil wel wat zeggen. Eerst tasten ze elkaar maar eens een beetje af. Ja, en dan is het Hogeveen die als eerste de aanval opent met goede technieken. Pas op hoor, die Bodi. 23 jaar, gewicht 76 kilogram, 2 keer kampioen van Hongarije, bruine band karate, geen kleine jongen. Hogeveen blokkeert zeer goed een low kick van Bodi. Ja, Bodi wordt al voorzichtiger. Oeh. En ja, een prachtig uitgevoerde Ushimawashigiri, die maar net het hoofd van Bodi mist. En weer probeert hij deze techniek. Hij is niet meer tegen te houden. Op dit moment beheerst Hogeveen dit gevecht. Duidelijk. Beiden nemen wat gas terug. Een rechtse Mawashigiri wordt goed opgevangen en gecounterd met een Hisagiri. Ja, en dan heb ik even de tijd om wat te vertellen over de geschiedenis. Ik vertelde u over de god in Japan, Masoyama. Afkomstig was hij uit de school van Funagoshi. Hij scheidde zich later samen met een Yamaguchi, alias de kat, van zijn leermeester af. En ontwierp de basis voor het Kyokushinkai karate. Vertaald betekent dat ki, kai, dat is een onderkomen, een huis, een tempel. En shin wil zeggen de spirit, de geest. Dus in de naam schuilt het oerprincipe van de sport. Het moet uit je binnenste, uit je geest komen. Toen Masoyama het Kyokushinkai kampioenschap in Japan won, merkte hij op, karate hoort uit je binnenste te komen. Het is niet slechts een sport, maar een weg voor het leven. Je moet uitsluitend daarvoor leven. We kunnen het dus zien als een soort filosofie. Terug bij de wedstrijd, Hogeveen raakt vermoeid, moest achteruit, het wordt onbeslist. En dus wordt er een minuut verlengd ondertussen. De zwaargewichten Hogeveen en zijn concurrent Bodi uit Hongarije zetten hun beste beentje voor en het blijkt dat het animo hier in het Alkmaarse Sportpaleis niet gezakt is sinds Bloeming het spel hier introduceerde. Bloeming in 1957 Europees judokampioen, vertrok in 1959 naar Japan, raakte bevriend met de grote Masoyama. Hij kwam met de ban van diens Kyokushinkai karate en 3 jaar lang werd Oyama zijn leermeester. Bijna elke avond trainde de onvermoeibare Hollander in de school van Mas, in het hart van Tokio, om precies te zijn Ikebukuro. En al snel verkeerde John Bloeming al daar in de hoogste kringen. U moet wel bedenken dat mannen uit Oyama's school bijvoorbeeld veelvuldig ingezet worden als bodyguards voor de elite van Japan.
onder wie prime ministers en wat dies meer zei. Oei, ja, het spreekt wel van moed om nog eens zo'n hoge trap te proberen, die hier dan ook wordt opgevangen door Bodhi. Prachtig in slow motion nog eens te zien door onze regisseur. De techniek staat voor niks hier in Alkmaar. Vijf camera's rondom mij. Ja, het lijkt nu toch wel een afmattingspartij te worden die enorm veel kracht kost. Ik vertel u zo meer over de oorsprong van dit spel, maar toch niet zien we dat beide geen krimp geven. En door vermoeidheid gaat Hogeveen te veel hangen. Hij doet het onbegrijpelijke, zijn hoofd gaat naar beneden en wordt geraakt, volgeraakt door een kniestoot. Kijkt u nog maar even rustig met me mee. Ja, het komt ook door de enorme conditie waarin deze karateka's verkeren en ze kunnen onvoorstelbaar veel incasseren. Uit voorzorg worden ze altijd op een brancard weggedragen om direct onderzocht te worden. Daarna mogen ze weer lopen, als ze dat tenminste nog kunnen. Ja, een applausje is het wel waard, hoor. Fantastisch. Een fantastisch gevecht. Ja, van deze zwaargewichten over naar lichtgewichten. We zijn dan in de negende partij. We maken hier kennis met een pure Amsterdamse aangelegenheid. Dijkman, de donkere aan uw linkerzijde, en Pieter Hoopman. Beiden afkomstig uit Amsterdam, Dijkman 17 jaar, tegenover Pieter 20 jaar. Zeer bewegelijke vechters. Dijkman zal zo'n 68 kilo wegen, hij bezit de bruine band van het karate. En zijn tegenstander Pieter Hoopman weegt 69 kilo en bezit eveneens zo'n bruine band. De stoten worden afgewisseld met hoge en lage trappen. Het is duidelijk te zien dat deze landgenoten goed aan elkaar gewaagd zijn. Tempo is hoog. Nog even op de geschiedenis terugkeren. Toen John Bloeming eind 61 naar Nederland terugkwam, had hij de vierde dan. En in zijn sportschool bracht hij het Kyokushinkai werkelijk tot iets groots. Hij bracht mensen voort als Luke Hollander, die nu zelf een zeer wel florerende sportschool drijft in Rotterdam. U zag aan het begin weer zijn leerling aan het werk. In 65 werd Bloeming Chi Han. Hij had een zesde dan en dat betekent dat hij zelf kampioenen mocht kweken in zijn eigen groep. Ja, het eerste treffen met de voet had Pieter Hoopman moeten waarschuwen hier. En hij wordt weer geraakt met een linkse Mawashigiri. Het wordt nou echt spannend. Een mooie beenveeg haalt Hoopman onderuit. Het publiek is fantastisch hieromheen. Dit wordt een mooie wedstrijd. Daar gaan ze weer. De twee Hollanders in de arena. Wordt geschreeuwd. Dijkman krijgt overwicht en Hoopman wordt steeds voorzichtiger.
Masuyama, de grondlegger, die heeft bijgebracht dat het Kyokushinkai uit je binnenste moet komen. Het is tegenwoordig niet altijd meer het geval, maar we zien toch een aantal fijne wedstrijden vandaag. Winnaar Dijkman in een sportieve lichtgewicht finale. De negende partij van vandaag alweer. Ja. Ja, dan gaan we nu over naar partij 10. We zitten weer bij de zwaargewichten. En Flemming Jensen uit Kopenhagen, uit Denemarken, neemt het op tegen onze Koen Scharrenberg uit Zutphen. Flemming Jensen is 26 jaar, weegt 73 kilo. Onze Koen uit Zutphen, 27 jaar, 82 kilo. Oei. Zal er hard tegenaan. En na een aanval van Jensen blesseert Koen zijn linkerhand. Deze slaat dubbel. Hier ontwijkt Koen een mooie trap van Flemming Jensen. Applaus in de zaal. En als Flemming het springend probeert, countert Koen vliegensvlug met een Seikan Shudan Chuki. Ze beginnen nu echt goed en de technieken wisselen elkaar af. Alsof er niets aan de hand is, zoekt hij de aanval. En weer komt de low kick op zijn bijbeen. Met een van pijn vertrokken gezicht gaat hij door. En wat wordt er nu beslist? Ja, ja, de overwinning gaat naar Flemming. En laat een diep teleurgestelde Koen Scharrenberg achter. Flemming, de Deen, is winnaar van partij 10. En nu gaan we kijken naar de 11e partij. Zwaargewicht, nuchter. Tegen Hug uit Basel, Zwitserland. Hug is een zeer harde karateka die het lijf aan lijfwerk niet schuwt. Goed gesloten is hij ook moeilijk te raken. Het enige dat nuchter bereikt is dat hij toch wel vermoeid raakt. Ah, en dan treft een linkerstoot zijn borst en de lucht ontsnapt piepend. Oh, nuchter gaat neer en knock-out. De Zwitser, een razendsnelle overwinnaar. Het publiek is waanzinnig. Van enthousiasme, je ziet het hier in slow motion. Wat een korte, maar toch goede partij. Middels een knock-out beslist. Ja, dit is het betere werk. We gaan over naar partij 12. Michel Wedel. Die heeft hem net al leren kennen uit Houten, Holland. Tegen Gabriel Marxer uit Liechtenstein. Onderschat dat kleine Liechtenstein niet. Gabriel is 90 kilo, 24 jaar oud. Marxer weet van de twee knock-out overwinningen van Wedel. En begint nogal rustig. Hij begint erg rustig en dat komt de langere Wedel zeer van pas. Beetje tamme partij zo te zien. Ja, wacht maar. De bel luidt. Nou, ja, een tamme partij, maar toch is Wedel weer winnaar. Mooi zo, Wedel. Nu twee lichtgewichten die de mat betreden, beiden uit Groot-Brittannië. En de wedstrijd gaat tussen Phillips en zijn landgenoot Jones.
Ja, een trap naar de binnenkant van het standbeen doet Jones onderuit gaan. Ja, een blessure, dat maakt het vechten wel moeilijk. Ondertussen vertel ik u iets over de gekke geschiedenis van dit Kyokushinkai. Het komt uit het Zen-boeddhisme. En omstreeks 500 voor Christus ontdekte de Indiaanse monnik Daruma Taichi de link tussen meditatie en verdedigingstechniek. Hij vertrok met een groep andere monniken van India naar China en daar onderwezen zij het Zen-boeddhisme. Onderweg, zo leert ons de geschiedenis, werden ze door struikrovers aangevallen, maar door één te worden met de natuur, middels een meditatie, door het vlekkeloos bestuderen van de verdedigingstechnieken van zeven, ja het heilige getal, van zeven dieren, zoals de apen, adelaars, tijgers, draken, zwanen, een luipaarden of flamingo's. Ogenblikje, hè? Ja, naast mij André Fernhout, hoofdredacteur Zendokan, wat is er? Hier zie je net een prachtige Ujiro Giri die vol treft en daar heeft Jones zonder meer bijzonder veel last van. En dan krijg je dat Philips alweer een Ujiro Murasaki Giri probeert. En ik geloof dat we even naar deze partij moeten gaan kijken. Ja? Kijk, hier heb je dan weer die Ujiro Giri die vol treft in de maag van Jones. En dat kon wel eens een keertje de lucht betekenen die hij nu kwijt is. Ja, dat was een korte stoot, hè? Korte stoot, ja. Het is gedaan. Ja, hè? Het is gedaan. Het is gedaan deze keer. Philips gaat door naar de finale. Een lichtend voordeel, deze Philips. Nou, dat was even spannend. Je hebt me goed onderbroken, André. We gaan over naar de volgende partij nu. Weer komt Vlemming in de ring tegen Andy Hug. Wat verwacht je van deze partij, Fernhout? Ik denk dat dit een van de toppartijen worden, want dit zijn werkelijk twee top Kyokushinkai mannen van Europa. Waarvan het toch licht voordeel geeft aan Flemming Jensen. Waarom? Ik denk dat Flemming Jensen wat meer allrounder is. Ja. Flemming zoekt als eerste het contact en treft vooral met stoten. Een beenveeg die maar net mist. Vele stoten treffen toch een doel, hè? Ja, dat klopt. Ze gaan er nu bijzonder flink tegenaan. En hier zie je alweer dat beide bijzonder allround zijn. Ze stoten, ze trappen erg makkelijk. Dat maakt het een zeer aantrekkelijk. Ja, dat was een Ushiro Kiri die Flemming trof. Inderdaad het topper, hè, deze wedstrijd. Zonder meer, ja. Wat we al verwachten, het zijn keiharde jongens en dat laten ze duidelijk zien. Ik geloof dat het Flemming is die overmacht heeft, maar zoals u reeds weet, aan opgeven wordt niet gedacht door de heren. Maar Washigiri treft Hug en als hij opkrabbelt, wordt hij bijna weer getroffen. Wat een incasseringsvermogen, geweldig. Ja, je ziet hier dat volle stoot op de borst en zo, dat kost natuurlijk bijzonder veel lucht, hè? Ja, André, tot zover bedankt. Nog even terug naar het prachtige monnikenverhaal. Ze werden door struikrovers aangevallen, vertelde ik u. En ze bestudeerden de dierenaanval verdedigingstechnieken. Zoals apen, adelaars, tijgers, draken, zwanen, luipaarden en de kleurrijke flamingo's. Zo combineerden ze uit deze zeven, het heilige getal diersoorten, een combinatie van meditatie en verdediging. Men noemt dat Shaolin, populair gezegd kempo-boksen, de tempel en het boksen. Tegenwoordig heet dat ook wel kempo-boksen. Terug naar de wedstrijd, want het wordt spannend.
gebeurt het. De wedstrijd is beslecht. De overwinning gaat naar Fleming. Ja. Vermoeid, maar lachend accepteert Andy Hug zijn nederlaag. De volgende partij alweer. De voorlaatste partij. Twee oude bekenden. Michel Wedel tegen Bodie. Wedel houdt Bodie op een afstand om dan zijn gevaarlijke low kick te plaatsen. Ja, drie keer achter elkaar treft de linkse low kick Bodie. Zijn harde jongens. Die niet zomaar kunt beentje lichten. Laten kijken, hij kent de dierverdedigingstechniek hierin. Bodie moet aanvallen en daardoor loopt hij weer op de low kicks van Wedel. Met een van pijn doortrokken gezicht loopt hij te hinken, maar hij gaat door. Wedel ruikt zijn overwinning. Is gek genoeg doodstil om me heen. Na een linkse, ja, van een enkele rechtse low kicks Bodie. Met een spectaculaire sprong stopt de scheidsrechter Thomas de strijd. Schitterende wedstrijd dit. Gaan ze nog door? Ik weet het niet. Kan het hier van Mary? Nee, Bodie kan niet meer en geeft op. Zijn been wil niet meer gehoorzamen. De 29-jarige Wedel uit Houten is winnaar. Tja, dan gaan we nu door naar de finale lichtgewicht hier in Alkmaar. 4000 enthousiastelingen weten zich geschaard rondom mij. Dit wordt spannend. Erik Constantia tegen Philips uit Cardiff. De grote finale partij tussen de kleine jongens. We beginnen rustig, tasten elkaar af, maar wacht maar af. Dan is dat vol op het spel. U weet het, Erik Constantia uit Rotterdam. 19 jaar, 67 kilo. Twee keer Nederlands kampioen, bruine band. Nederland niet in zijn hempie staan. Ja, afwisselend plaatsen beide vechters de low kick. Maar als Philips dit weer doet, wordt deze geblokt door Constantia. Waarbij Philips zijn been zo blesseert dat hij opgeeft. Ja. Erik Constantia uit Rotterdam laat zien waarin ons kleine landje groot kan zijn. We hebben gewonnen. Ja, nu de finale zwaargewicht. Dat wordt een harde dobber. We gaan kijken naar Michel Wedel en Fleming Jensen. Twee grote vechters. Zo te zien geven ze elkaar weinig ruimte, vallen ook beide pittig aan.
Even aftasten. Oei. Loki. Dit is pas echt Kyokushinkai karate. U weet karate, dat betekent kara is leeg, te staat voor hand met de blote vuist. Beiden zetten alles op de low kick. Wat een finale, mensen. Het publiek doet mee. Dan mag je laatste mat niet op. Gelukkig maar. Ja, en na een Ushiro Giri countert wederom met een stoot die het strottenhoofd treft van Jensen. Jensen gaat neer. Dit is een titanengevecht. Mannen zijn aan elkaar gewaagd, duidelijk. Heel veel low kicks moet Jensen incasseren. We hadden ons geen prachtige finale kunnen wensen, mensen. De spanning is hier werkelijk te snijden. Nu gaat het tellen. Gaan er keihard tegenaan. Jongens, jongens. Ja, en hier treft hij Jensen. Het publiek telt mee. U hoort het. Ja, hij gaat neer. Oh, geweldig. Wat een titanengevecht. Het is verloren. U zag het. U ziet het. Na een reeks low kicks moest Jensen terug en liep hem naar Washigiri van Wedelop. Die zijn kaak trof. Die zou wel eens gebroken kunnen zijn. Flemming Jensen moest het afleggen tegen onze landgenoot Michel Wedel uit Holland. De man uit Houten. Hij bewijst dat Kyokushinkai karate hier springlevend is. We gaan nog even resumeren. Lichtgewicht kampioenen van vandaag. 1. Erik Constantia uit Holland. 2. Philips Engeland. 3. Dijkman, weer een Nederlander. Zwaargewicht kampioen Michel Wedel nog steeds hier bejubeld. 2. Flemming Jensen, Denemarken. En 3. Andy Hoeg uit Zwitserland. Wat een klasse, wat een geweldige knockout was dat. De nieuwe Europees kampioen Kyokushinkai karate Michel Wedel. Bejubeld door 1000 koppen.